Ja, dankjewel Jessica. Inderdaad, ik heb in de afgelopen show van december heel veel reacties gehad op mijn Louboutin nagel. En Louboutin staat vooral bekend om zijn rode ondergrond. Dus bij deze nagel ga ik die ook aanbrengen. Kijken jullie gezellig weer mee? Lak hem gewoon over de hele vrije top. Voorzichtig. En dan gaan we met Pepijn's Choice even de randen langs. Niet er tegenaan, enkel er langs. Nou, dit is genoeg. Helemaal strak hoeft het daar niet. Er komt nog van alles op. 1,5 minuut even uitharden in het windlight. Nu ga ik hem aflakken met matte topcoat. Belangrijk bij een matte topcoat is dat je deze echt heel goed schudt. En dan wordt hij ook echt mat. Het is niet erg als je hiermee een klein beetje de zijranden aanraakt. Deze harden we even uit in de twinlight. 1,5 minuut. Nu ga ik folielijm aanbrengen. Niet te dik. Echt heel dun. Proberen de hele rode, hele rode oppervlak te bedekken. Deze doen we even in de twinlight totdat hij helemaal doorzichtig is. Het is belangrijk dat je hem ook echt in de twinlight doet, want deze warmte heeft hij nodig om de folie goed te vasthouden. Ik heb hier een stukje folie, dat is de Holographic Silver Confetti. En die ga ik nu over het rode deel heen plakken. En snel eraf. Je mag het gewoon een beetje los deppend aanbrengen. Maakt niet uit als het niet helemaal 100% dekt. Dat is niet belangrijk. De folie zit er nu op. En nu gaan we aan de slag met de nieuwste glasgels. Deze gels zijn zo ontzettend fantastisch. Mijn allernieuwste favorieten, zeg maar. Ik heb hier de Cyan Blue. En doe een beetje willekeurig aanbrengen. Dan heb ik de Red Glass. Ook deze een beetje random aanbrengen. En dan pak ik Pepijn's Choice. En dan ga ik hem heel voorzichtig een beetje door elkaar meleren. Heel voorzichtig. Niet te veel, niet te ver uitvegen. Het is net dat je even een beetje aanzet. En je mag uiteraard gewoon best nog wat zilver doorheen zien. Dus je kunt een beetje wegstrepen zo. Dan ga ik insprayen met de Steel Grey glitterspray. Even een kleine preview van hoe die gaat worden. De bovenzijde. Ja, en dan gaan we naar de onderzijde. Dan gaan we nu aan de slag met de Builder Gel. En daar heb ik de Clear voor. De meest transparante gel die er is. Ik begin een beetje vanuit het midden uit te werken. Naar de top. En dan langzaam naar de zijkanten. En sluit hem aan met het nagelbed. De glitters zijn uitgehard, dus daar zou je geen last meer van moeten hebben. En dan weer langzaam naar voren, naar de onderkant. Maar we blijven nu verder van deze zijkant zometeen af. Ik ga niet met dezelfde gel naar de andere kant. Daar pak ik een beetje een nieuwe voor. Nu gaan we een pinchen. Je ziet al gelijk dan de mooie vorm erin komen. Hou hem even vast. En langzaam naar voren werken. Nu gaan we hem 1,5 minuut volledig uitharden. Ik ga nu de nagel veilen. Dus ik ben zo weer terug. Het veilen is klaar. Ik ga hem nu aflakken met de Supreme Finish. Nu gaan we de nagel opleuken met wat rhinestones, dus daar gaan we. Haar deze maar even 10 seconden uit. Ik heb wat Billions in de Flex & Shine gelegd en die ga ik er nu op aanbrengen.
Ik doe het altijd een beetje in één kluitje pakken. Dan kan je ze naar de hand verdelen. Voor het laatste zetten we nog even de steentjes goed vast met de Flex & Shine. Door middel van voorzichtig tussen de lijnen wat gel aan te brengen. Hiermee verbind je de bullions met de strass. En dit geeft een supersterke houvast. Dit is het eindresultaat. Ik hoop dat jullie hem leuk vinden. Dit model is voor mij echt het allermeest favoriet en ik maak het ook het meest. Dus ik hoop dat jullie het ook echt als een favoriet gaan beschouwen.